LP's, CD's, singles en nu ook zelfs muziek op Spotify, Deezer en vele andere streamingsdiensten. Er is één ding wat ze allemaal hebben, een albumcover. Nu zijn die albumcovers er dus in verschillende soorten en maten. Je hebt artistieke albumcovers à la Andy Warhol of wat geblurde, zoals die van Bob Dylan. Maar de meeste artiesten hebben natuurlijk een team om zich heen die dat voor hun kunnen doen. En in deze video ga ik jou laten zien hoe je dat best in je eentje kunt doen. En daar horen natuurlijk een aantal accessoires bij om je daarmee een handje te helpen. Dus nu door naar de accessoires van deze week. Als eerste een statief. Als tweede continu licht. Als derde een backdrop. En als laatste accessoires voor op je hoofd of voor op je gezicht. Ik weet het, het is weer die statief. Nou, naast het feit dat het camerabewegingen of trillingen vermindert, zorgt het natuurlijk ook voor stabiliteit. En vooral in een situatie zoals vandaag, waar we echt bezig zijn met een do-it-yourself covershoot, is het altijd betrouwbaarder dan een stapel schoenendozen. Vandaag maak ik gebruik van de Sirui ST124. We gaan vandaag een blurry look proberen te creëren, dus we zetten de sluitertijd rond de 0,5 seconden. En nu we de sluitertijd hebben aangepast naar 0,5 seconden, moeten we natuurlijk de verandering in de belichting compenseren. Het heeft allemaal te maken met de belichtingsdriehoek. Verander dan ook je ISO en je diafragma. Zo, die camera staat, de instellingen zijn gereed. En vandaag maak ik trouwens gebruik van twee keer de Nonlight PavoTube 6C Mark II. En waarom twee? Ik wil van beide kanten een andere kleur laten schijnen. En ik denk dat ik gewoon voor rood en blauw ga. Nou, deze PavoTubes geven natuurlijk een neonachtige sfeer. En voor een neonachtige sfeer wil ik een donkere vibe creëren. Vandaar de zwarte backdrop. En met een backdrop kan je je foto naar een hoger niveau tillen. En creëert het ook meer sfeer in het totaalplaatje. Nu heb ik het geluk dat ik een reling heb hangen voor mijn vitrage en kan ik de backdrop hier dus gemakkelijk aan vastmaken. Ik heb geen klemmetjes in huis. Pro tip, als fotograaf, videograaf, altijd klemmetjes aanschaffen. Dus nu, tape! Ik gebruik mijn yogamat om te focussen en nu weet ik ook ongeveer waar ik moet gaan zitten. Camera op timer en ik leef me vervolgens uit. Na een aantal foto's te hebben gemaakt, ben ik toch gegaan voor een scherpe foto en niet voor de blurry look. En voilà. Zoals je hebt kunnen zien, is het maken van je eigen albumcovershoot nog helemaal niet zo moeilijk. Met behulp van wat handige accessoires en een beetje creativiteit, dan kom je al een heel eind. Nou, dat waren de accessoires voor deze week. Het gebruik van deze accessoires biedt natuurlijk geen garantie tot succes. En onthoud, je hebt ze niet per se nodig, maar het maakt het fotograferen wel een stuk makkelijker, leuker en mocht je alleen zijn zoals mij, een stuk spannender. Veel plezier met fotograferen. En tot de volgende.